Een van de grootste veroorzakers van woningbrand is vlam in de pan. Weet jij hoe je een vlam in de pan blust? De oorzaak van de vlam in de pan is dat het vet of de olie in de pan te warm wordt. Dat krijgt de ontbrandingstemperatuur en zal vlam vatten. Dat wordt niet veroorzaakt door alleen een vlam onder de pan, maar dat kan ook op alle andere warmtebronnen gebeuren. Dus wanneer het olie of het vet in de pan te heet wordt, dan krijg je een vlam in de pan. Blus een vlam in de pan nooit met water. Daardoor veroorzaak je een explosie van vuurdruppels en vetdruppels, waardoor je echt een keukenbrand krijgt. Wat gaan we doen? We halen de zuurstof weg bij de brand. Dat doen we door middel van het deksel op de pan te leggen. Let wel even op hoe je dat doet. Wanneer je het deksel recht op de pan zou leggen, komen de vlammen onder het deksel door en dan zul je je armen verbranden. Dat gaan we dus niet doen. Gebruik het deksel als een schild. Je legt het schuin tegen de pan en je legt hem rustig over de pan, zodat hij goed is afgesloten. Dan de vervolgstap. Je draait het fornuis uit. De warmtebron onder de pan, die haal je weg. Dus of het fornuis uit of de kookplaat zet je uit. En om te voorkomen dat de vlammen in de afzuigkap trekken, doen we ook het afzuigkap drukken we uit. Hoe kunnen we een vlam in de pan voorkomen? Blijf bij de pan wanneer je aan het koken bent. Loop niet weg bij die pan. Wanneer er bijvoorbeeld iemand aan de deurbel staat met een collectebus, zet het gasfornuis of de kookplaat uit en ga dan pas naar die deur.